De 8 van Amstelveen wordt mede mogelijk gemaakt door Padkuil Steigerbouw. Welkom bij de 8 van Amstelveen aflevering 80. Een beetje andere uitzending dan normaal. Een hele korte. Peter is er ook niet bij. Want we hebben namelijk alleen maar het zondagvoetbal. En laat ik nou eens beginnen met de uitslag van Nautilus. Speelde uit tegen Oosthuizen en het werd 2-2. Goed, dan weet u dat. Kunnen we beginnen met de zondag tweede klasse B. Want alle zaterdagclubs waren afgelopen weekend vrij in verband met Koningsdag. Goed, die tweede klasse B, waarvan we weten dat Sporting Martínez sinds vorige week zeker is van het spelen van na-competitie. De ploeg van Michael Krombeen moest een verre reis maken, de verste van het seizoen. Namelijk helemaal onder Rotterdam tegen VFC. Op bezoek in Vlaardingen was Sporting Martínez duidelijk de bovenliggende partij. Na 20 minuten de vrije trap van Sam Hondsdrecht. Die krijgt een herkansing en uiteindelijk komt de bal bij Anthony Dean. De redding is nog van doelman Kuub, maar in de rebound is het verdediger Sien Klok die na 21 minuten de 0-1 op het scorebord zet. 3 minuten later de corner van Niels Sporen wordt in eerste instantie nog weggewerkt. Via Van Brugge opnieuw bij Sporen. En uiteindelijk is het bij de tweede paal weer een verdediger, Michel Mol in dit geval, die de 0-2 op het scorebord zet. Dan vlak voor rust. De aanval vanaf de linkerkant. En uiteindelijk in de rebound Sam van Brugge met de 0-3. Een zeer comfortabele voorsprong bij rust voor Martínez. Het wordt na rust nog wel 3-1. Misumi, teruggekeerd van wereldreis, mag zijn rentree maken. En Martínez zorgt uiteindelijk in het laatste half uur voor de wedstrijd voor een vierde treffer en een zeer makkelijke overwinning. Dit is Guiting op Van Brugge, Broos Krijger en in de rebound is daar Luca Misumi die zijn rentree dus viert met een treffer. Een zegen dus voor Martínez dat zo theoretisch nog steeds kans blijft maken op het kampioenschap in die zonder tweede klasse B. Hoe anders is het voor Rode 23? Na de nederlaag vorige week tegen DCG. Trainer Bernard Tovek geloofde nog steeds in dat zijn ploeg de na-competitie om promotie kan halen. Dan mag het echter geen misstap meer maken. Dan betekent dat er dus eerst gewonnen moet worden van Zoest. En dat was afgelopen zondag de tegenstander in Bovenkerk. Doelman Jordi Bundgener na een lange blessure tijd weer terug op het doel bij Roda 23. Zijn trap wordt verlengd door Bart van der Boogaard naar Kok. En die houdt goed het overzicht en ziet Piris vrijstaan. Piris scoort hij al, ja, na 11 minuten staat Roda 23 op de zo felbegeerde voorsprong. En je ziet het ook aan de reacties. De bal snel uit de goal, want doel zou nog wel eens een rol kunnen gaan spelen. Maar dan een koude douche na een half uur spelen. Na 3-4 situaties is het uiteindelijk Helder die de bal binnenkopt. En zo is het zomaar 1-1. En dat is onnodig, want Roda is verreweg de bovenliggende partij. Een kwartier na rust inmiddels van de Boogaard. En Kuus kopt de bal achter zijn eigen doelman. Hier is dat veel beter te zien. Komt met name door het hinderen van Roda-invaller Vigo Peters. 2-1 dus voor de thuisploeg. Disla Rodriguez. Opgejaagd door Atai en daardoor geeft hij deze slechte bal. Egbert Sober Leenders. En Leenders weer naar Kok. En Kok ziet Peres al hoor. Voor de tweede keer deze middag is het raak. Kok op Peres 3-1. Wedstrijd beslist een kwartier voor tijd. Prachtige aanval. Goede omschakeling. Uitstekende goal voor de Bovenkerkers. 3 minuten voor tijd wordt het dan ook nog 4-1. Kok is er vandoor aan de linkerkant. En wordt door Kuus, die absoluut niet zijn middag heeft, gehaakt. En dus zegt scheidsrechter Koenen, de bal gaat op de stip. Piris achter die bal. En Piris schiet simpel binnen. Zijn derde van de middag. Roda wint met 4-1 en kan dus naar boven kijken. Als wij deze wedstrijd niet zouden winnen, dan hadden we gewoon naar beneden moeten kijken. Hoe gek het ook klinkt. Ja,
Ik zei ook, ik zeg, het is een dunne draad waarop wij ons balanceren inderdaad. We gaan of na deze wedstrijd naar beneden kijken, of we gaan gek genoeg toch naar die vierde plek kijken. En nu kunnen we gelukkig naar boven kijken. Als jullie zo blijven spelen, dan vind ik dat nog wel een kans ook. Ja, tuurlijk. Als wij, wij spelen al weken zo. We zijn echt wekenlang echt leuk aan het voetballen. Ik ben daar zo blij mee. Mm-hmm. Als we dan die kleine dingen eruit halen en de omschakeling niet zo kwetsbaar zijn, dan pakken we nog veel punten de komende drie potjes. Dat gun ik je ook. Veel succes. Dankjewel. De eerste stap voor Roda 23 is dus gezet richting de nacompetitie. Maar zover is het nog niet. Laten we maar even kijken naar de uitslagen uit de zondag tweede klasse B. Bloemendaal, DCG 1-0. Verrassende nederlaag voor DCG. Gunstig dus voor Roda. Hoogwanderveen, Antibarbari 0-2. Roda Soest 4-1 en VFC Martinez 1-4. Heeft u gezien. ZSGO blijft winnen. Versloeg op Koude met 2-0. De Meer gaat verrassend onderuit tegen SDO 2-1. En DSOV pakt belangrijke punten tegen SDZ 3-1. Dat brengt ons bij de stand. ZSGO WMS nog steeds koploper. 5 punten meer dan nummer 2. En dat is nu Sporting Martinez. Dat dus zeker is van de nacompetitie. Want door de nederlaag van De Meer zijn ze die ploeg voorbij gegaan. Antibarbari blijft vierde met 38 punten. En dat is 4 punten meer dan de nummer 7, Roda 23. Dat wel SDO inmiddels voorbij is gegaan. Maar nog wel steeds op een 7e plaats staat. En de achterstand met nog 3 wedstrijden te gaan op plek 4. Die dus cruciaal is voor de nacompetitie. Blijft dus nog steeds 4 punten. Voor SDZ is het doek al lang gevallen. VFC lijkt dat dans ook niet te kunnen ontspringen. Maar die stoppen met zondagvoetbal volgend jaar. En dan hebben we 3 ploegen, 10, 11 en 12, die nacompetitie gaan spelen. DSV, Hooglanderveen en Bloemendaal zijn dat op dit moment. Tot slot heb ik voor u nog het programma voor komend weekend. Alleen zaterdag voetbal. Want zondag is het 5 mei, dan wordt er niet gespeeld. Oudekerk gaat op bezoek bij Almere, Amstelveen Heemraad op bezoek bij SDOB. ANVJ gaat naar TOB en legt meer volgens ontvangt Hoofddorp. Legt meer volgens is kampioen als het zelf wint en Amstelveen Heemraad punten verspeelt. Erkenfik in de strijd om de tweede periode naar Atletico Club Amsterdam. En Sporting Martinez gaat op zoek bij Sporting Almere. Zoals gezegd, zondag dus geen voetbal. Volgende week weer een wat langere uitzending. En dan is Peter er ook weer voor de analyse. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. De 8 van Amstelveen werd mede mogelijk gemaakt door Padkuil Steigerbouw.